Deze highlights worden nu aangeboden door Heineken. En Hotels.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Asmoen, Claudinho, ja, dat was al beter van Zenit. En dan was er toch een tussenkomst nodig van Reece James. Ja, dit is goed. De ruimte aan het zoeken, Azpilicueta. Ze wilden dat hij trapte, de supporters. Ja, mooi van Reece James, Rakitski. En dan Douglas Santos, dat wordt een doeltrap. Wat gaan ze doen met deze corner? Schenken ze hem weer gewoon aan Kovacic? Of is dit ingestudeerde nummer wel succesvol? Ze proberen het toch met een voorzet. Schiet door, Rakitski. Zoeken naar zijn linker, Rakitski. We hebben een bal tussen de palen. Jawel, na 38 minuten. En van iets te lang heeft het geduurd, maar zowaar Zenit. En van Rakitski, nota bene. Eigenlijk nog wel goed gedaan. Alleen niet genoeg de hoek gevonden natuurlijk. Reece James. Allemaal in of net voor de 16 meter voorzet richting Lukaku. Hij werd een beetje gehinderd, hij kon niet echt hoog klimmen. Ja, zit daar tussen die drie mensen. Deze keer was het met Kistiakov dat hij in duel moet gaan. Hij wordt vanuit vastgehouden. Ja, vanuit stand. Altijd moeilijk natuurlijk. Rüdiger blijft lopen. Rüdiger gaat het allemaal zelf doen. Rüdiger, nee. Wat een actie van Antonio Rüdiger. De Duitser krijgt een open doekje. Een staande ovatie van het hele stadion. James. Mount Lukaku. Ja, net te kort denk ik voor James. Het was moeilijk om te trappen nog voor de rechter wingspeler. Uiteindelijk raakt hij de bal nog wel en trapt hij in het zijnet. Claudinho. Ja, goede bal richting Azmoen. Azmoen aan de binnenkant bij Azpilicueta. Serdar Azmoen. Ah, de tussenkomst nog van Rüdiger. Alweer wordt hij gevierd door de fans. Alweer krijgt hij appreciatie van de thuisaanhang terecht. Ja, op tijd ertussen. Ja, een mooi balletje was het van Azpilicueta. Hier is de kans voor Lukaku. Daar is de goal. Daar moet je hem in scoringspositie krijgen. En dan weet je dat het doelpunt is. En dan is het gewoon ook een goal. Romelu Lukaku maakt zijn eerste goal voor Chelsea in de UEFA Champions League. Hij heeft zijn start niet gemist in de Premier League. Hij mist ze ook niet op het kampioenenbal. Romelu Lukaku, zijn 14e op het kampioenenbal. Hij opent zijn rekening bij de Blues. Mooi van Alonso. Alonso gaat hier een wereldgoal maken. Nee, net niet. Maar wat een actie van de Spanjaard. En hier is Jerokin. Richting Azmoen. Misschien een kantje voor Zenit. Goede actie en de goal. Nee. Oh, Artem Dziuba. Artem Dziuba. Hij kan hem niet binnenduwen. Wat een mogelijkheid op 1-1. Een botsing ook tussen de reus van Zenit en de doelman van Chelsea.
Juba staat in de box, jongens. En dan heeft Chelsea misschien nog de kans op een tweede doelpunt. Lukaku, Ruben Loftus-Cheek is ook mee. Lukaku zal het misschien wel willen zelf doen. Lukaku, nee. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Hotels.com, officiële sponsors van de UEFA Champions League.